Yvonne, je komt net als tweede over de finish bij Ironman Maastricht. Je gaat altijd diep bij een long distance. Maar ik heb het idee dat je vandaag misschien wel extra diep bent gegaan. Ja, het was zo'n harde wedstrijd. Met zwemmen, dat tweede gedeelte terug was zo zwaar. He. We hadden de hele weg tegenwind. En dat was gewoon zo heftig. En met zo'n klein veld, dan zwem je dus gewoon alleen. En ja, dus gewoon zo heftig. En kost zoveel energie. En ik was gewoon heel bang dat ik te veel water zou slikken. En dat ik misschien pijn in mijn buik zou krijgen. Dus ik zwom echt niet ontspannen. Maakt het dan ook nog extra erg omdat je geen wetsuit aan had? Nee, ik zwem eigenlijk wel goed zonder wetsuit. Ik vind dat eigenlijk wel heel lekker. En ik heb zo'n super lekker pakje van Huub. En dat heeft Els trouwens ook. En ze zijn alle twee toch wel oké gezwommen. En dat pakje zit zo super lekker. Dus hij is eigenlijk zelfs lekkerder dan met een wetsuit zwemmen, vind ik. Maar toch was het dus een zeer zwaar zwemonderdeel. Dan kom je op de fiets. Zit het dan nog in je hoofd? Ja, die tijd, de zwemtijd was natuurlijk verschrikkelijk. Maar ja, het was gewoon heel zwaar, dat hele stuk tegenwind. En ja, de dag is lang, hè. Het gaat niet alleen om het zwemmen. Dus bij mij in mijn hoofd doet dat helemaal niks. En ik zat eigenlijk wel gelijk lekker te fietsen. Ik was wel een beetje voorzichtig, omdat ik wist dat het heel heet zou gaan worden. En ik wilde gewoon even lekker inkomen en ik heb ook geen risico genomen. Ik baal er alleen verschrikkelijk van dat ik niet van tevoren het parcours heb gekend. 3 jaar geleden kon ik het parcours echt heel goed. Toen was ik 2-3 keer voordien hier. En op dit parcours, zo technisch en zo moeilijk. Ja, dat scheelt minuten. Is dat een bewuste keuze geweest dat je het parcours niet verkend hebt dit jaar? Nee, ik heb geen tijd gehad. Ik ben net getrouwd. Ik heb 100 races. Ik heb geen tijd om even naar Maastricht te komen. Dat is hartstikke ver weg. En dat kan wel een heel groot verschil gemaakt hebben. Dus dit parcours, dat maakt minuten uit als je het kent. En ik heb gewoon zo voorzichtig gedaan. En je moet gewoon zoveel keer weer aanzetten. Je bent gewoon alleen maar bezig met remmen en aanzetten en eruit. En joh, mijn onderrug die ging helemaal dood. En ik heb de eerste 15 kilometer bij het lopen heb ik zo gesufferd. Hey. Ik wist helemaal niet of ik die finish ging halen. Ik heb zo pijn gehad. En dat heeft ook niks meer met plezier te maken. En ja, daar was ik wel een beetje verdrietig om. Dat kan ik me voorstellen. Aan de andere kant, op een gegeven moment, de eerste 20 kilometer liep je eigenlijk constant in op Els Visser. Maar dat gat werd op een gegeven moment dan weer groter. Was je daar onderweg nog mee bezig? Ja, maar de eerste 20 kilometer ben ik echt hartstikke, om maar even zo'n Nederland te zeggen, klote gelopen. Ben ik veel gestaan en gestretched. Ik had zoveel pijn. En als ik dat niet had gehad, dan was ik veel beter gelopen. Het is nu de tweede keer. Ik ben er altijd super trots op dat ik mijn hele carrière 20 jaar lang geen blessures heb. En nu is dit de tweede keer dat ik bij lange afstand, voor 5 weken bij Challenge Road ook, zo verschrikkelijke pijn in mijn onderrug, hè? De eerste 15 kilometer. Ik heb dan aspirintje genomen. Anders had ik helemaal die finish hier niet gezien. Is het dan, als ik net als jij in Nederlandse taal mag spreken, ondanks dat je een tweede plek pakt vandaag, een klote dag? Nee, ik ben happy met mijn performance. Ik heb vooral mentaal heb ik echt beter. En ik ben super happy met tweede. Ik ben super happy voor Els. En heb ik net ook al gezegd. Het wordt verdomd eens een keertje tijd dat er een opvolgster komt. Hey. Ik sta al 20 jaar hier alleen daar aan die Nederlandse top. En er komt niemand daar in de buurt. En we hebben nu Sarissa de Vries uit Maastricht. Die wordt steeds beter. Dan hebben we Els Visser nu. Pleuny komt eraan. En joh, ik vind het alleen maar mooi. Het wordt eens een keer tijd dat die meiden. Hallo. Maar we blijven voorlopig ook nog van jou genieten, toch? Ja, jullie blijven nog steeds van mij genieten. Maar ik vind het fijn. Het is een fijn gevoel. Dat ik dan over een paar jaar gewoon eigenlijk eens een keertje kan stoppen. Ook al doe ik het met zoveel liefde en zoveel plezier. Het is gewoon goed om te weten dat iemand anders dadelijk die vlag over kan nemen. Hè? Want die Nederlandse triathlonsport die groeit en groeit. En die sport is gewoon zo mooi. En er moet gewoon iemand anders daar in mijn voetstappen treden. En
Ja, ik denk dat we met Elsta ook een goede hebben. Er zijn een aantal meiden nu en daar ben ik alleen maar hartstikke blij om. Dankjewel Yvonne, we hebben weer van je genoten. Dankjewel.